President Boudersen. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn nu komen opzoeken. We horen de wildste verhalen over u. Over uw gezondheidstoestand. Hoe voelt u zich nu? Want dat bericht was ook bereikt dat u uw bevoegdheden moest overdragen aan de vicepresident. Vigo, president. Vigo, ik moet zeggen, natuurlijk is er ruimte voor beter. Maar dat genezingsproces moet zijn beloop hebben. En het werk van het land moet doorgaan. En dus de grondwet geeft de gelegenheid aan de vicepresident om het werk te kunnen trekken. Dat hebben we dus gedaan, conform onze grondwet. En maar dat werk gaat natuurlijk door. En voor de rest moet ik dan natuurlijk opletten dat ik me hou aan de regels zoals het medische team dat heeft voorgeschreven en zoals het lichaam dat vereist. Maar voor de rest gaat het. Ja, zonder in details te gaan, u moest die bevoegdheden overdragen. Andere vragen zich af, was de operatie dan zo ingrijpend? Nou, operatie is altijd de operatie en de nasleep ervan, operatie, is zoals de doktoren en de professoren dat uitleggen, helemaal geslaagd. Maar dan krijg je nog een tijd van het algeheel herstel, genezingsproces. Als je wond hebt buiten en het is buiten genezen, is het de binnenkant nog steeds niet genezen, bij wijze van spreken. Dus daar moet je wel op letten dat niet te vroeg wordt aangevangen met zwaar werk, waardoor er mogelijke complicaties kunnen gaan voordoen. Dus dat houden we in de gaten. Ik bewonder je aan de ene kant, want ik vraag me af hoe doet hij het met al die verhalen. Ik heb de meest pijnlijke, hatelijke dingen gelezen. Maar hoe gaat hij om met al die verklaringen van de mensen? Nou, eerlijk gezegd, het stoort niet. Ik ga uit van de positieve kant van de zaak. Als u weet hoeveel mensen daar tegenover bidden. Dat is ook zo, hè? Ja, enorm. En hoeveel apps je krijgt van eigenlijk. Maar ze komen wel in vertwijfeling, hoor. Eigenlijk wil ik je komen aanraken om te weten of je werkt even in het ziekenhuis. En ik wil je hand komen vasthouden met je te lopen 's morgens. Want misschien stel je de zaak rooskleuriger voor dat het wel is. Dus die mensen raken wel in vertwijfeling over die broeiberichten die er komen. Maar ze heeft minder. Ik maak me niet zo druk. Als er iets ernstig was, dan mensen weten hoe ik ben, zou ik gewoon het volk uitleggen. Weet u hoeveel berichten we ook, niet alleen in Suriname, maar ook ontzettend veel berichten uit het buitenland. Maar zij hoorde Aditamikade, jongen. Maar zij heeft saai eigenlijk. Ja, maar ook van die kant heb ik veel, veel positieve, in elk geval van het buitenland, weinig negatief. Meer opbouwen. Maar hier heb je inderdaad een aantal. Dat was een gros ding, dat was een man. Maar ja, hoe zeggen ze dat? Dat is niet maar die gado. Dus ik storm me niet aan. Wat ik wel vervelend vind, het brengt onze mensen wel een beetje in twijfel. Zeker de oudere mensen, hè. Die zeggen van, joh, wat is er van waar? Soms zeg ik, man, laat mijn tante bellen. Ja, maar ik wil je zien. Want misschien bel je me vanuit het ziekenhuis. Dat was jaar, ja. Maar terwijl u zo bezig bent te kijken, zijn ze ook Bajaja? Dat is Kayana. Kayana Maya? Ja. Oh, oké. Deze boom hebben we zo'n 3/4 jaar geleden goed gesnoeid. Biki, koteng, pura, dat is het. En dan begint hij weer volop te bloeien. Of te dragen. Gaan we even zitten? U zegt het, meneer Lembo. Hoe vond u die? Die jaarreden en alles daaromheen. Heel goed. We hebben daar aan getrokken sinds we gekomen zijn. Er was natuurlijk veel voorbereid werk gedaan in het kabinet.
Dat heeft heel veel tijd afgeslokt van het team. Maar dus uiteindelijk, zowel in ideologische zin als in economisch zin, heeft het goede perspectieven. En natuurlijk goed gebracht door de waarnemend president. Ja. En toch heb ik sommige critici horen zeggen van, maar ik had wat meer verwacht. Dat ga je altijd krijgen, het is geschreven natuurlijk binnen jouw het vijfjarenplan. Daarna hebben we ons OP gehad. En eigenlijk is het aangeven van wat hebben we uit 2017 niet kunnen realiseren, waarom. En wat zijn de grote dingen die op stapel liggen voor 2018. Je moet kijken naar de opbouw en hoe dat team het allemaal heeft samengesteld. Dat is fantastisch. En natuurlijk zul je altijd mensen zeggen die altijd negatief blijven praten. Maar we kijken. Laat maar zeggen, economisch ziet het er goed uit als we daadwerkelijk samen hard aanpakken. Het buitenland zit te springen daarom. Iedereen zegt het. Alleen de Surinamers zullen het nog niet zien. Ja, toch, er zijn beelden te over waar iedereen... Eigenlijk is Suriname een beetje in de spotlight economisch. Ook de perspectieven die er zijn ten aanzien van de fossiele brandstoffen. De perspectieven die er zijn, waarvan een groot deel al bewezen reserves zijn ten aanzien van de goud. Wij moeten de koppen bij elkaar steken om te kijken, heren. Hey, zou het wel een mooie conditie zijn? Maar dat negatieve, dat afbreken... zo is de mens nu eenmaal, dus het zal wel goed komen. Ik ben positief ingesteld. Dus de jaarrede, geweldig. President, de schooldeuren die gaan morgen 2 oktober wederom open. U bent natuurlijk bekend met die spanningen binnen ons onderwijsveld. Hoe kijk je daar tegenaan? Blijf positief denken. Voor ik kwam had ik de waarnemend president op bezoek. Want zoals ik eerder zei, Aurukum Godore, ze waren een 40 minuut durend onderhoud. En dat is ook aan de orde gekomen. Er zijn inderdaad op dat stuk kleine misverstand, spanningen, noem maar op. Maar het is op te lossen. Ik bedoel, als je het niet wil oplossen, dan los je het niet op. Maar als je het op wil lossen, partijen kennen de situatie. Dus ik heb het met de VP, met de huidige president besproken. Ja. En het wordt opgelost. Dus ook op dat stuk blijf ik positief. Wat wilt u tegen de gemeenschap zeggen aan het eind van deze korte reportage? Twee zaken ten aanzien van mij. Laat ze gewoon de berichten van ons volgen. Ik wil ze in ieder geval bedanken voor geweldige ondersteuning. Heel veel bidden, teksten die ik kreeg. Dus daarvoor wil ik bedanken. En laat ze in ieder geval de wees brengen met al die wilde verhalen. Ook wilde verhalen kan ik hebben, maar soms zijn er gemene verhalen erbij. En dat ben ik zeker de oudere mensen van ons brengen met het in verwarring. Laat ze gewoon luisteren naar NI. Dan krijgen ze de juiste berichten. Op betrekking tot de ontwikkeling van het land, zoals aangegeven in de jaarrede. Wanneer we de ruimte die er nu is en wij elkaar ondersteunen in Suriname, ziet het er heel goed uit voor dit land.